Hola, dames en heren, seniors en senoritas. Het gerechtje van vandaag is super veel aangevraagd, is de afgelopen jaren super populair geworden over de hele wereld. Komt uit Mexico en ik denk dat iedereen het wel eens een keer voorbij heeft zien komen in filmpjes, websites, kookvlogs, weet ik het allemaal. En Instagram. En zelfs als je oma Instagram had, denk ik dat het op de Instagram van je oma stond. Vandaag maken we birria tacos. En dan hoor ik je denken, maar Nick, wat zijn birria tacos? Mexicaans stoofvlees met allemaal pepers. Laat je super lang opstaan. Daarna trek je het uit elkaar en dan doe je het zo op een taco. En dan vouw je de taco dicht. En de saus die je overhoudt van je stoofvlees, daar doe je zo je taco in. En dan stop je hem in je mondje. Super smeuig, super juicy in je mondje. En misschien wel de lekkerste taco die jij tot je neemt. En waar gaan we mee beginnen? Mexicaanse pepers. Guajillo peper, ancho peper, chipotle peper. We gaan alle pitjes en alle zaadlijsten die erin zitten, gaan we allemaal eruit halen. De bovenkant halen we er ook af. Dan snij je gewoon zo de bovenkant open. En dan haal je gewoon zo alle pepertjes eruit. En als je pepers hebt schoongemaakt, kijk nou uit met in je ogen wrijven, aan je mond zitten, in je neus zitten. Of als je naar de wc gaat, aan je poenie of aan je dollo zitten. Doe het niet, was eerst even goed je handjes. Want anders krijg je hele hete poenie of een dollo of hele hete ogen en dat wil je niet hebben. Dus doe het niet. Alle pitjes eruit. Je gebruikt 4 guajillo pepers, je gebruikt 2 ancho pepers en je gebruikt 3 chipotle pepers. Ah. Alle zaadjes zijn er allemaal uit. Wat gaan we doen? We gaan nu onze pepertjes in stukken scheuren. Je pakt hem gewoon beet en je gaat gewoon wat kleine stukjes ga je hem gewoon doen. We hebben hier onze ancho pepers. Oh, dit ruikt echt. Oeh, moet niet te dicht bij je neus houden. Oeh, moet ik niezen. Oh, het is zo kut als je moet niezen en je nies gaat weg. Maar net. We gaan onze pepertjes een klein beetje toasten. Pak je al je pepertjes en die doe je gewoon zo in een pannetje. En die zet je op een vuurtje. En het gaat er niet om dat je ze helemaal aanbakt. Het gaat erom dat de aroma's vrijkomen. En dat ruik je ook zodra je het pannetje opzet. En je bent het een beetje aan het toasten. Dan ruik je de smaken. Dan ruik je alle geuren. En dan komen alle smaken komen los. En dat moet je hebben. Kijk dan! Oh, lekker zeg. De pepertjes zijn de eerste laag smaak en we gaan nu nog meer lage smaak toevoegen in de vorm van uitjes. We hebben knoflookje en tomaatje. Die gaan we helemaal bruin bakken en dan komt er ook een umami smaakje vanaf. Gaan we suikers vormen. Hetzelfde met de uitjes, hetzelfde met de knoflook. En dat gaan we ook allemaal toevoegen aan onze birria stoofvlees. Halve ringen. Tomaten laat je gewoon heel. En dan heb je hier je knoflookjes. En die mag je lekker dun in plakjes snijden. 2 uien, 4 tomaten en 5 teentjes knoflook. Zetten we even een pannetje op. Bam. 2 eetlepels olie in een pannetje. 1, 2. Wat doen we? Oh shit, tomaten lift. Zag je dat? Je doet de uitje alvast in de pan. 4 tomaten en die doe je gewoon zo in zijn geheel erbij. En die laat je gewoon lekker op zacht vuur een beetje bruin worden. Gewoon op het allerlaagste vuur wat je hebt. En als je dan ongeveer 5 minuutjes gebakken hebt, heb je hier je knoflook. En die flikker je gewoon zo erbij. Ga het ongeveer 10 minuutjes bakken op heel laag vuurtje, dat je uitjes een beetje karamelliseren. Dat je tomaat een beetje plekjes krijgt, lekker smaakje in je knoflook. Het is tijd voor ons vleesje. En we gebruiken vandaag 2 soorten vlees. En waarom gebruiken we 2 soorten vlees, hoor ik je denken? Omdat we dan ook verschillende soorten structuren krijgen in onze birria stoofvlees, wat we straks op onze taco pleuren. En we hebben gewoon lekker de riblappen en we hebben schenkel. Doe je 1, 2, 3. Zo, dit zijn de stukken waarin je het gaat doen. Heb je ongeveer 500 gram runderriblappen en je gebruikt ongeveer 700 gram aan schenkel. En dat snij je ook gewoon zo in 3 stukken. Zo, zo, huppatee. En dan ga je er een beetje zout overheen doen. Kijk, een beetje insmeren. Pak al je vleesbeet en dat doe je in een bak. En dit zet je nou heel veel opzij en gaan we verder met ons sausje. En dan zie je dat alles een beetje gekarameliseerd is. De uitjes en het ruikt echt fucking lekker. 1,5 theelepel tijm, 1,5 theelepel gedroogde oregano. Een beetje mengen met elkaar. Zet je even een pannetje water op. 250 milliliter water doe je in een pannetje. En dan doe je al je gedroogde pepers doe je zo in het pannetje erbij. Dit pannetje zetten we nou even op het vuur. Kookt het, zet het uit. Laat het 10 minuten weken. Zijn alle pepertjes zacht. En kunnen we het gebruiken voor onze stoofvlees. En dan zie je dat je pannetje met pepers en water kookt. Wat doe je? Die zet je uit. Laat je 10 minuutjes staan, zodat alle pepertjes zacht worden. Het kind kan de was doen. Ik heb in ieder geval nog nooit een kind was zien doen.
Maar zo makkelijk is het dus. We gaan de hele tering, sorry, in een blendertje stoppen. Klaar. 60 ml azijn. Een stukje verse gember van ongeveer 5 centimeter. Gooi je er ook gewoon bij. 1 goede theelepel komijnpoeder. Heb je hier je geroosterde tomaten, je gekarameliseerde uien en knoflook. En die gooi je gewoon zo. Huppatee. Zo. Blender. Blender. Heb je al je uitjes en knoflook. En die doe je zo. Alle pepers en water gaat in onze blender. Alles gaat erin. Deksel. Doen we gewoon erop zo. Laat hem maar gewoon lekker aanstaan, want alles moet heel fijn worden. Klaar. Kijk. Oeh, je pasta. We hebben 3 soorten pepers gebruikt. De ancho peper, de guajillo peper en de chipotle peper. Maar eigenlijk was er ook nog een vierde, de arbol peper. Maar de arbol peper gaan we vervangen door... een hot sausje. Tia Lupita hot sauce. Nee, je krijgt er geen tia van, maar het is wel fucking lekker. Mexicaans hot sauce past perfect bij taco's. En omdat we 1 peper niet gebruikt hebben, gaan we het opvangen met deze hot sauce. Je pakt ongeveer een half flesje en die doe je gewoon zo in je salsie. Klaar. Je hebt hier je hele bak met vlees. Bam. Heb je op smaak gebracht, maar er gaat nog veel meer smaak bij. We gaan een heel flat gebouw aan smaken toevoegen in de vorm van deze saus. En die pleur je gewoon zo over je hele vlees heen. Dan ga je elk stukje vlees ga je gewoon een beetje bedekken. Pak afgedekt, laten we minimaal 2 uurtjes marineren. Langer is beter. Langer is beter. Als dit een hele nacht in de koelkast ligt, wordt het nog lekkerder. Alle smaak gaan in het vlees zitten. Wordt lekker mals door de azijn, door alle pepers die erin trekken. Wordt fucking lekker. 2 hours later. Ah, zet even een goede stoofpan, zet je gewoon op dikke bodem. Heel je bak met vlees en die gooi je gewoon zo in de pan. Zo, huppatee. Al je vlees pleur je gewoon erbij. En dan doe je zo 750 ml kippenbouillon. Flikker je gewoon zo erbij. 2 laurierblaadjes gooi je gewoon zo in de pan erbij. 1 kaneelstokje, die gooi je er ook gewoon bij. Pak je 6 kruidnageltjes en die flikker je gewoon zo in de pan erbij. Roer je alles even een beetje door elkaar heen. Zo, kijk dan. Je hebt hier je pan, je hebt hier een deksel. Zet je deksel voor ongeveer 3/4 erop, dat er een klein beetje lucht nog kan ontsnappen aan de zijkant. Vlamverdeler, verdeelt de vlam. Zorg dat er niet dingen aanbranden in je pan. Zet je op het vuurtje, pak je de pan, zet je die op het vuurtje. Handen af. Dit laat je nu op het laagste vuur heel klein beetje plop, plop. 3,5 uur wachten. Helemaal goed, helemaal lekker man. De birria taco heeft een hele zware smaak. En om dat een beetje te counteren, gaan we een lekker, heel simpel salsaatje maken. Je hebt hier 1 uitje en die ga je snipperen. Pak je een heel klein handje koriander. Alles bij elkaar. Met heel fijn hakken. Een beetje je messen doorheen. Heel klein beetje zout. En dan doe je een halve limoen erbij. Even een beetje door elkaar heen mengen. We maken nu natuurlijk stoofvlees, maar waar moet dat stoofvlees op? Op een taco 330 gram masa harina. Dat is maismeel, niet te verwarren met maiszetmeel. Gooi je in een bak, zo. Een half theelepeltje zout doe je erin, zo. 350 ml water. Doe je een beetje erbij, blijf je een beetje roeren. Al je water erbij en gaat gewoon even 5 minuten een beetje met je nokkels een beetje er doorheen. Laat je tortilla deeg gewoon ongeveer een half uurtje even staan en daarna ga je lekker tortillas maken. 1 eternity later. Tijd om onze tortillas te persen, kijk. Ik heb hier een tortillapers. Heel groot fucking stuk plastic. Doe hem zo op je tortillapers. Je deegje, pak je even een stukje af en dan maak je het even met je handen een beetje warm. En heb je ongeveer een golfballetje gemaakt, wat doe je? Die doe je in het midden van het plastic. Je doet het plastic eroverheen, doet je tortillapers naar beneden. Pak je de ding beter en dan duw je hem naar beneden. En dan heb je hier zo 1 tortilla. Kijk dan. Holy shit. Vuurtje aan. Pannetje erop. Laat ze hem gewoon een beetje heet worden. Heb je hier je tortilla? 10 seconden ene kant, 10 seconden andere kant. Mais tortilla. Klaar. Pak hem een beetje, andere kant. Je pakt zo je taco beet en die doe je zo op een bordje. Zo op deze manier. Oh, nog een beetje plastic. Zo ga je een stapeltje maken van al je tortillas. Als je nou geen tortillapersen hebt, ga ik het ook even voordoen met een ovenschaal. Die leg je in het midden, doe je het andere plastic eroverheen. En nu pak je je ovenschaal en dan ga je gewoon zo een beetje drukken. Als je geen ovenschaal hebt, pak dan een deegroller en ga gewoon een beetje vormen. En die is plat genoeg, kijk dan, fucking mooi. En die doe je in het pannetje. Pannetje heel heet laten worden, klaar. Eventually. En ons vleesje is helemaal klaar. Let op.
Huppatee. Ben jij er klaar voor? Ik wel. Oh my god. Dit ruikt echt fucking. Kijk, de hele GoPro is helemaal beslagen. Holy shit. Dit ruikt zoals seks voelt. We gaan al het vlees even eruit halen. Kijk dan. Het flikkert gewoon bijna uit elkaar van ellende. Kijk dan. Wat doe je? Je pakt een bak en daar doe je al je vlees gewoon in. Het vocht wat we hier in de pan hebben zitten, gooien we niet weg. Nee, dit gaat onderdeel worden van ons hele taco experience. We gaan deze pan nog eventjes op het vuur zetten. Gaan we even 10 minuutjes nog even doorkoken. Wordt die een klein beetje dikker en dan moeten we hebben. Gaan we door met het volgende. En het shredden van ons vlees. Pak gewoon 2 vorken en dan ga je al het vlees gewoon... Kijk dan hoe makkelijk dat uit elkaar flikkert. En doe maar zo fijn als je zelf wil. Een paar draaitjes van je zoutmolen eroverheen. En in deze pan hebben we kookvocht zitten van het vlees en shit. Daar zit heel veel smaak in. Een halve pollepel. En die doen we zo over ons ding heen. Doe maar nog een halve pollepel erbij. En die doen we er ook zo overheen, doorheen, door elkaar heen husselen. Dan blijft het vlees lekker een beetje smeuig. Ons vlees is helemaal klaar. Tijd om onze tacootjes te bouwen. Je gaat wat van je birria bouillon, ga je gewoon even apart in een bakje doen. Hier dippen we straks onze tortilla's in. Dan doen we hem in de pan, stukje vlees erop, dichtklappen. Birria taco, bijna klaar. Hup, de vuurtje aan, pannetje erop. Laat de pan maar lekker een beetje heet worden. We hebben hier ons bordje met de tortilla's. Hier zo heb je je birria bouillon. Je pakt een mais tortilla, die doe je in de hele teringzooi. Zo, en dan pak je hem vanuit hier en dan doe je hem in de pan. En laat hem maar gewoon even lekker bakken. En dit is wat een birria taco maakt. En dan pak je hier wat van je vlees. Kijk, dan pak je je vlees. En dan ga je de ene kant, ga je gewoon zo een beetje met vlees bedekken. Kijk, zo. Dan pak je een klein beetje van je bouillon. En die doe je nog een beetje zo over je vlees heen. Kijk. Je pakt een beet en je vouwt hem dubbel. En je vouwt hem dubbel. Bak je de ene kant eventjes, draai hem straks om, bakken we de andere kant. Birria taco, klaar. Pak je een beet en dan flip je hem gewoon om. Dan bak je hem aan die kant nog eventjes. Die pak je gewoon beet. Doe je even op een bordje. Gaan we door met de volgende. Doe je je tortilla zo in je bouillon, andere kant ook. En dan doe je hem zo in de pan. En dan bedek je hem gelijk met je vlees. En dan doe je een heel klein beetje van je bouillon. Zo over je vlees heen. En dan pak je een beet en dan flip je hem om. Oh my god, kijk dan. Oh. Pak je een beet en dan draai je hem gewoon voorzichtig om. Heb je hier wat van je bouillon? Heb je hier een klein bakje? Wat doe je? Je gaat het kleine bakje vullen met wat van je bouillon. En daar gaan we onze taco straks in dippen. Onze laatste birria taco. Kijk dan. Mooi gebakken. Hebben we hier nog een paar plakjes limoen? Kunnen we zo erbij doen. Doen we een heel klein beetje koriander in onze birria bouillon. En dan hebben we ook nog een klein beetje van ons uienmengsel. En die doen we ook gewoon zo erop. Hier heb ik fucking lang op gewacht. Dit stond al heel lang op mijn lijstje. Nu gaan we het gewoon lekker eten. Kijk dan. All the goodness in een fucking taco. Hoe eet je nou een birria taco? Je hebt hier een beetje van je bouillon in de bakkie. Je hebt hier je taco. Je pleurt hem in bouillon. En dan een hapje. Oh my god. Ik krijg fucking kippenvel. Ik weet niet of het ziet. Vanuit mijn mondje naar mijn zenuwen. Dit is echt insane. Hou op. Ik heb me nooit meer gegeten. Hou op. En ook de hot sauce die we in de marinade hebben gelekt. Fucking lekker. Maar dit is ook een fucking lekkere taco saus. Die pleur je gewoon zo op je taco. Dit maakt je taco zoveel lekkerder. Wil je deze nou ook halen? Check even in de beschrijving, linkie. Klik erop, heatsupply.nl. Kan je Tia Lupita halen. En geloof me, je krijgt er geen Tia van. Mind is fucking blown. En ga even laten proeven, wacht even. Hier, proef eens. Wat? Dit is echt fucking lekker. Is echt lekker? Oh, is wel heel lekker. Je gooit alles in een pan. Je marinade erbij, saus erbij. Doet de deksel erop. Laat hem 3,5 uur staan. En je hebt een van de lekkerste stoofvlezen die je kan maken. Gooi het op een taco. Dook nog even zo in je bouillon. En je hebt nog nooit, geloof me, nog nooit zo lekker taco's gegeten. Doe het. Maak het. Stop het in je bekkie. Lekker man.